Ik sta hier op onze nieuwe trainingslocatie en zoals je achter me kan zien, die is nog niet helemaal klaar. Dat was ook de reden dat we gisteren met de Boostcamp nog op onze oude locatie hebben getraind. En in deze Boostcamp is het gegaan over succes. Want wat bepaalt nou eigenlijk dat je succesvol bent? En heb je jezelf en je brein zo ingesteld dat je niks anders kan doen dan je doelen halen en succes bereiken? En daar ging deze training over. Het eerste systeem wat bepaalt of je succes hebt, is je biochemie systeem. En dat is het systeem wat zorgt of je de juiste stofjes aanmaakt, wat eigenlijk jouw energie genereert, je concentratie wel of niet scherp houdt, je geheugen, inspiratie niet te vergeten. Al die stofjes bepalen eigenlijk die interne factoren die best bepalend zijn bij succes. Aan de andere kant heb je altijd nog je brein. En ook je brein bepaalt of jij succes hebt of niet. Er zijn breinprogramma's die je tegenhouden successen te bereiken. En er zijn breinprogramma's, succesprogramma's noemen we dat ook wel, die er juist voor zorgen dat je niets anders kan dan succesvol zijn. Deze twee systemen hebben ook nog eens heel veel met elkaar te maken. Die beïnvloeden elkaar ook nog heel erg. En dat is precies waar we het gisteren over gehad hebben. En hoe zorg je nou dat je beide systemen optimaliseert, zodat in 2018 er alleen nog maar succes kan zijn? In de Boostcamp van februari hebben we het daar weer over. Ben jij ook benieuwd daarna, kun je altijd inschrijven. En ben jij erbij in februari hier op deze locatie, die dan als het goed is, helemaal klaar is.